De redding. Otje was weer terug in Kokkelburg. Toep had Lodewijk en Suzie gezien bij de winkel van meneer Pijpentoon. Maar of ze nog steeds in de put zaten... Loop nou door! Ik ga niet verder. Waarom niet? We zijn vlak bij het huis van de tantes. Geen paniek, daar is het al. Ik moet brandnetelsoep maken. Mijn dochtertje moet eten. Een pan! Een pan! Mijn koninkrijk voor een pan! Ik hoef alleen maar een pannetje. Eén klein pannetje. Zo, heeft u iets vertrouwds van thuis? Is goed voor de therapie. Voor u heb ik ook iets. Doktersrecept. Toch waar? Nog geen 24 uur nadat de gemeenteraad van Kokkelburg een extreem hoge beloning heeft uitgeloofd, is het zover. De oorkonde is terecht. De feestweek kan doorgaan. Dank u. Bij mij de trotse vinders van het eeuwenoude document, de heren mevrouw Pardoes. Dat moet ik wijzen. Ik voel me weer helemaal okidoki. Kokkelburg, I'm on my way! Laten we maar even rustig de diagnose van dokter Spijker afwachten, hè? Hij komt u straks halen. Hedenmiddag zal de minister-president Kokkelburg aandoen om het document aan een kritische blik te onderwerpen. En na goedkeuring van de oorkonde het 500-jarig bestaan van de stad Kokkelburg in te luiden. Dus hier heb je ze voor het laatst gezien? Ja, ze zaten in dat mandje. Je had gelijk. Dat is het mandje van Lodewijk en Suzie. Ja, en toen verdwenen ze in die put. Mijn spiegeltje. De eervolle ontvangst van de minister-president zal toch vanmiddag plaatsvinden. Is geweldig. 4 uur gaat zeker lukken. Zeg het eens. Ik kom voor dat spiegeltje. Wat zeg je? Dat spiegeltje is van mij. Spiegeltje? Iedereen wil maar spiegeltjes tegenwoordig. Het ligt daar, naast het mandje. Ja, mandje van de muizen. En het spiegeltje. Ik heb er een 10 voor betaald. Dus, 10 gulden. Dat heb ik niet. Maar het is geen gewoon spiegeltje. Het is een van de Balkander spiegeltjes. Als ik in het spiegeltje kijk, zie ik niet mezelf, maar mijn vader. Mijn vader heeft er ook een. Als hij in het spiegeltje kijkt, ziet hij mij. Tenminste, als ik het spiegeltje bij me heb. Mag ik even kijken? Heel even maar. Vooruit dan maar. Toes, wat is er met je? Hé, kind. Als een spiegeltje zo belangrijk voor je is, mag je het wel hebben. Voor niks. Zuster! Otje? Een dochtertje. Een dochtertje is terug. Dank u wel. Mijn dochter is terug. Mijn kleren! Mijn kleren vlug! Wat zijn mijn kleren? Rustig nou toch, patiëntos. U kunt echt niet zomaar vertrekken. Het onderzoek loopt nog. De papieren zijn nog niet helemaal in orde. Papier! Spijker! Ik had toch een afspraak met dokter Spijker. Zuster!
Ik snap het niet. Waar kan Tos nou zijn? Zeg, ik zou toch zweren dat ik Otje hoorde net. Wat is er nou allemaal aan de hand? Dat is een lang verhaal. Papieren. Dankjewel. Het is een bijzonder meisje. Het rapport van geval Tos? Natuurlijk. Komt eraan, dokter. Ik zou toch zweren dat het hier lag. Dus op het politiebureau heeft jouw vader een driftbui gekregen en toen hebben ze hem naar het rusthuis gebracht. Ze geven pillen en prikken om hem rustig te houden. Quark heeft dat gezien. Hij is een patiënt. Hij is alleen maar driftig. Ik ben de enige die hem rustig kan krijgen. Help me alsjeblieft. Laat hem daar weghalen. Maar hoe? Wacht eens even. Ik heb het. Iedereen weet wie ik ben. Die ouwe dove pijpentul. Maar weet je wat zo raar is? Met deze jas en deze stem ben ik een hooggeplaatst persoon. Met naam van ons salaris. Aangenaam, aangenaam. Referendaris, waarvan is de naam? U bent toch gewoon uw lief meneer Pijpentoon? Vogel, houd je snavel. Ik ben referendaris. Referendaris Wavel. Mijn reputatie die is groot. Een eerste klasse ambtenaar. Met eigen secretaris. Ik ben al heel wat jaartjes dood. En ruik misschien een beetje raar. Wat hoop ik geen bezwaar is. Aangenaam, aangenaam, referendaris, waarvan is de naam? Maar u bent toch gewoon die liefde met de Pijpentoon? Vogel, houd je snavel. Ik ben referendaris, referendaris Wavel. Ik kom voor dit leuke mandje in de etalage. Excuseer, dit mandje. Dit mandje heb ik zo even hoogst persoonlijk gekocht van de heer Pijpentoon. Mevrouw, ik wens u een goedemorgen. Goedemorgen, dokter. Referendaris Zwavel is de naam. Goedemorgen. Goedemorgen. Fietje is geen heerlijke man. Ach, mens. Die was toch van jou? Nou, was op het randje, zeg. Ik kom hieruit. Dus hou je stevig vast aan me. Zuster Snijby. Zuster Snijby. Hoe staat het met het geval Tos? Ik heb het rapport bijna gevonden, dokter. Alsjeblieft, de burgemeester wil u graag spreken. De burgemeester? Oh, ook goed.
Punt. En ik, de burgemeester van die prachtige stad, sluit dit boek nu. Punt, the end. Amies Pijpentoon. Goed dat je er bent. Sta op het punt om ontslagen te worden. Wacht alleen nog op de go van dokter Spijker. By the way, kun jij me geen slinger naar het computergebouw geven? Neem ik kwalijk, ik ben bang dat u zich vergist. Mijn naam is dokter Van Swavel. Legendaris. Goedemiddag. Dat moet toch familie zijn van... Wat ben ik nog gek? Burgemeester. Heeft u even tijd voor een goed gesprek tussen vier oren? Dag, zuster. Referendaris Van Swavel is de naam. Zuster Snijbiet. Maar het komt nu niet zo goed uit. Wij zijn... Even, zuster Snijboon. Biet. Biet, ja, ja, tuurlijk, Biet, ja. Ik kom hier voor het geval Tos. Er heeft een medisch onderzoek plaatsgevonden en ik zou de uitslager graag even bekijken. Het geval Tos moet nog onderzocht worden. Dat is helaas nog niet gebeurd. Vergist u, zuster Pietje. Ik weet toevallig heel zeker dat dat onderzoek heeft plaatsgevonden. En dokter Spijker verzekerde mij dat de papieren bij u berusten. Zou ik ze even mogen bekijken, graag? Ik weet niet waar ze zijn. Uw administratie lijkt mij niet zo goed in orde, zuster. De uitslagen zijn zoek. Ik kan er niks aan doen. Niet zo best, hè? Ik zal dit toch moeten rapporteren bij de allerhoogste instantie. Doet u dat alsjeblieft niet. Ik zou het natuurlijk door de vingers kunnen zien. Oh, dank u. Dank u. Maar dan moet ik de patiënt Tos meenemen. Om hem opnieuw te onderzoeken, zuster. In mijn eigen privékliniek. U neemt de patiënt mee? Onmiddellijk. Zuster, dit is een heel belangrijk geval. Dokter Spijker staat vierkant achter me. Dus haalt u de patiënt. Snel! U kunt wel weer naar huis. Dank u, dokter. Dank u. Neemt u de benenwagen of zal ik een taxi laten bellen? Jansen. Jansen, wachtmeester Jansen, die kan me wel komen ophalen. Ja, dat valt weer mee, hè? Zal ik u helpen de patiënt naar de auto te begeleiden? Eens even kijken. Lijkt me niet nodig. Oh, wacht. Ah. Ja, alsjeblieft. Waar blijven ze nou? Van vanmiddag, die was weer voortreffelijk. Minister-president. Kokkelburgers. Hier ben ik dan. U, burgemeester. Burgemeester van een prachtige stad. Kokkelburg. Jansen, waar blijf je? Heb jij al een tekening gekleurd voor de Kokkelburgse tekenwedstrijd? Nee? Ja, maar wel doen hoor. Hé, stinkvogels. Zo.
knappe jongen die mij nog in de war krijgt. Ik heb alles onder controle. Maar dit kan niet. Dit is een ramp voor de Kokkelburgse feestweek. Dat is die zwerfkok. Tos! Ootje. Eindelijk, mijn dochtertje. Oh. Ootje. Oh. Instappen. Voor ze in de gaten krijgen dat de echte referendaris van Zwavel al 30 jaar dood is. Nee. Aanduwen. Die kok, hij is weg. Dat is spijtig. Ik zal zijn lunchesnoden missen. Die van vanmiddag was weer een lust voor de tong. Het geval Tos is kok van beroep. Natuurlijk. En wat is er aan de hand met het geval Tos? Met die kok. Hij is weg. Hij is er vandoor. We moeten hem grijpen. Het is een ramp. Het is een ramp voor Kokkelburg. Rustig. Voor de oorkond. Voor de feestweek. Rustig maar, burgemeester. Geval Tos zit gewoon op zijn kamer hier in het rusthuis. Toch, zuster Snijbier? Nou, Dus jij bent bij Hotel de Koperwiek geweest? Het staat te koop. Maar waarom heb je niet om me gewacht? Bij de tantes. Ik dacht dat je nooit meer terugkwam. Hoe kon je dat nou denken? Een man alleen en een vrouw alleen. Hoe kun je dat nou denken? Ik heb toevallig alles gezien. Alles? Vingers laten glippen. Een woeste, gevaarlijke kok. Maar dokter, ik moest wel. Hij werd gehaald door een referendaris die Van Zwavel heette. En u stond vierkant achter hem. Tenminste, dat zei hij. Juist. En ik ken helemaal geen referendaris. En zeker geen referendaris die Van Zwavel heet. Maar hij gaf me zijn kaartje. Een keurig gedrukt visitekaartje. Dat kaartje is de 50 jaar ruim gepasseerd, zuster. U heeft zich laten foppen. Oh, oh nee. Ik kan het niet, ben waardeloos, totaal ongeschikt voor dit moeilijke werk. Maar zuster. Nee, dokter. Maar zuster, ik vind u juist zo sterk. Ik ken geen zuster zoals u. Zo medisch verantwoord in haar wit tenue. Uw slanke leest, uw strak centuur. U niet zo prettig temperatuur. Hanteert de spuit met vaste hand. U bent de liefste zuster van het land. Oh, dokter. Maar ik ben onbekwaam, totaal ongeschikt voor deze zware taak. Nee, dokter. Echt, zuster. Maar dokter, u heeft zo'n brede kaak. Uw ogen zijn zo blauw als staal. De knapste dokter van de hele zaal. Voor uw koele stethoscoop en alle harten op de loop. Dat van mij staat zelfs in brand. U bent de liefste dokter van het land. Hoe lang moet mijn smachten nog duren? Dit lijkt wel rempel een roman. U bent de allerliefste zuster, de liefste dochter, de liefste zuster. De liefste zuster van het land.
Zuster Snijby, laten we ons concentreren op de hoofdzaak. Natuurlijk, dokter. Waar zijn de papieren van het onderzoek gestoven? Dat is het hem nou juist. Daar begon het allemaal mee. Alle papieren zijn weg. Onbegrijpelijk. Behalve zijn strikje. Dat heb ik bewaard. Dit is mooi bewijsmateriaal. Een beetje politiehond kan met dit riekende strikje vast tot grote hoogte komen. Dat dacht ik ook. Ik dacht, dat strikje, dat bewaar ik. In verband met politieonderzoek. Wachtmeester Jansen. U komt als geroepen. Zit je lekker? Heerlijk, ik blijf hier eeuwig zitten. Stel daar! U hebt zoveel voor ons gedaan. U heeft Otje en mij bij elkaar gebracht. Ik zal u nooit genoeg kunnen bedanken. Het was me een genoegen. Bedankt liever de vogels. Nooit dat is van een ander. Jongens, ik moet er vandoor. Ik heb nog een afspraak. En één ding, hè. Dat rusthuis. Vergeet het zo gauw mogelijk. Doen we. Adieu. Ik had hem bijna verkocht. Oh? Ja, ik dacht, die komen niet meer. Ja, we hadden geen geld. Ja. Maar, nu wel. Ah, loopt u maar even mee, dan maak ik even een bonnetje. Ben je blij? Heel blij. Dan gaan we. Goeie reis! Zeker vogelliefhebbers. Otje en Tos waren eindelijk weer bij elkaar. Tos was dolgelukkig. En Otje ook. Maar toch maakten ze zich een beetje zorgen om Lodewijk en Suzie. En daar had ze alle reden toe.